favoriete boek aller tijden is De Gebroeders Leeuwenhard van Astrid Lindgren. Ik vermoed dat ik niet de enige ben, ook niet de enige volwassen, want het is een boek wat al lang meegaat en tijdloos is. Het is een prachtig boek en heel donker, alleen dat hoef je niet zo te zien. Ik heb het laatst mijn kinderen voorgelezen, ze waren toen 5 en 7. Het blijkt een 12 plus boek, maar het maakt er niks uit. Want het is zowel over twee broers die avonturen beleven als over twee broers die het bijna niet overleven. Maar het is eigenlijk een grote aaneenschakeling van avonturen op paarden, heuvels, dalen, bijna ontdekt worden, toch net niet ontdekt worden. En dat allemaal in een wereld die misschien wel helemaal niet bestaat. En dat vind ik fascinerend. En het raakt van begin tot einde.